Mensen, ik heb slecht nieuws. Ik ga stoppen met FC Glory en Neverending Glory. Dat meen je niet. Ik ga naar Amerika om carrière te maken in de NBA. Kun je basketballen? Nee joh, gaat hartstikke goed joh. Thuis een netje opgehangen. Het gaat fantastisch. Je bent toch veel te klein voor de NBA, man? En te oud. En te dik. Nee, maar zonder dolle, ik ga wel stoppen met Neverending Glory. Maar goed, dat is voor een andere keer even tussendoor. Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de allerbeste NBA-serie van de Nederlandse velden. Wij gaan vandaag een team kiezen waar wij naartoe gaan in de NBA. En onze coach, die waarschuwt ons voor Alex Williams. En het is maar goed ook dat hij dat doet, want she's a snitch. She's gonna take us down and we don't want it over here. We don't want snakes. We only want people leave it all that out there. Bring us success. Hey, no snakes allowed here. Hear me out. No letters, just you snakes. Out of your head. No snakes, time just letters. Up. The team needs a leader precies. Right now. Hey, go, it's time to step up. The team leads Het schijnt dus zo dat als jullie niet abonneren, ik niet doorga met Neverending Glory. Dat is het gerucht dat ik tot nu toe heb gehoord. Dus het is belangrijk dat jullie dat doen. Het is ook belangrijk dat jullie een blauw duimpje achterlaten. Want hoe blauwer het duimpje, hoe beter mijn three-pointers zijn vandaag. Dat is leuk en speels, hè? Dat is een hele leuke speelse manier om... college basketball. Mijn geluid stond zo hard. Holy shit, ik ben doof. Oké. Wij gaan vandaag het eerste potje spelen. En dit is het laatste potje dat wij spelen van University Basketball. Want daarna ben ik er klaar mee en gaan wij dus een NBA-team kiezen waar wij mee gaan vlammen. Oké, nog één potje om onszelf te bewijzen. Nog één potje om te zorgen dat wij een rank hoger komen en eerder gedraft worden. En als dat niet gebeurt, dan ben ik er klaar mee. Hoppakeetje. Quick first step. En een heerlijk getimed balletje en het eerste puntje is binnen. En wij gaan zo ontzettend hard vlammen vandaag dat elk team uit de NBA mij wil. Ik bedoel, Bernd wil hebben. Oh, en erdoor. En bam, een klein dunkie. Heerlijk zeg. Is ze weer? Die krijgt onze eigen highlight. Oh, dank. Oh mijn god, wat een... Oh, wat een skill. Oh, zagen jullie die? De Zidane op de court. Ik loop het publiek in. Sorry, excuus, iets te enthousiast. Op naar Red. Oh, een hele goede bounce pass. En hij maakt hem af. En we staan nu 4 punten los. Nog 2 assists voor die double-double. Als je nu niet zegt dat ik het team draag, coach, dan ga ik weg. Dan hou ik ermee op. Dit is de laatste pot die we spelen. En dan gaan we gewoon draften. Oh, nice. Mijn team raakt de bal kwijt. En we staan weer achter. En nog een keer. En hij scoort. En we staan nu 4 punten achter. 8-0 run. We hebben de afgelopen minuut 8 punten tegengekregen. En 0 punten voor. En ze scoren weer. We staan 6 punten achter nu. Met nog 2 minuten te gaan. Nou, ik kan je vertellen, lieve mensen. Dat gaat niks worden. Ik heb daar geen vertrouwen in. Score. Yes, oké. Double-double in ieder geval. We staan 4 punten achter met nog 1 minuut 40. Ja. 3 punten. Thompson. En ja, hij scoort. Yes, let's go. We staan voor. Fuck yes. Oh my lord. Wat een pot. Oh mijn god. Wat gaan ze doen? Oh, ze gaan wachten op die shotklok. Oh, dat meen je niet. Ze gaan wachten op die shotklok. Dan gaan ze in actie komen. 8, 7, 6, 5. Geen 3 punten, 4, 3, 2, 1. Ze gaan schieten. Hij zit er nog net in. Ah, ze missen, yes. Een foul, ja precies. Dan maken ze een foul, zodat wij dan daar zitten. Zodat ze nog een kans hebben. Want anders hadden ze sowieso niet meer die bal gewonnen. Maar Thompson gaat die gewoon scoren natuurlijk. Yes, daarom. Nog eentje. En dan kunnen ze eigenlijk al niet meer winnen in die 2 seconden. Dan houdt het gewoon op. Kom op Thompson. Yes, let's go. Weer een timeout, zodat ze op onze helft beginnen. Oh, 3 punten. Het kan. Ze kunnen in één keer gooien en dan in één keer maken. Dus ik heb wel het idee dat dit de juiste moeilijkheidsgraad is nu, zeg maar. Wat gaan ze doen? Oh, nou, dat gaat natuurlijk nooit in. Yes, let's go. Onze laatste college basketball game gewonnen. Dik vette huts. Double-double, 15, volgens mij 15-10. Dus dat is erg lekker. 15-12, Sef. Kijk eens aan. En het belangrijkste, zijn wij nou een plek hoger in die draft? Ja. Bam! Mid-second round pick. Dat betekent dat wij
waarschijnlijk in die ronde door een team opgepikt worden. Yes! All right, gentlemen, that's a good job. That's a complete team win. We have no easy wins in this conference, precies. We know that. But we are right where we want to be and we are playing our brand of basketball, which is what, Red? Yeah, togetherness. Red. Togetherness. I'm telling you. I'm telling you, coach. Red, every team is die coach, die pikt het niet, hè? The small things. He loves practice. You do? Oh boy, looks like somebody's gonna lose some playing time. Ik vind Red echt een legend. You joking, right? Hey Junior, listen, you step up and be a leader. That's exactly what you did. Your dad would be proud. Precies. Dankjewel, man. Thanks, coach. Dankjewel, coach. Enjoy. Yeah, coach Red Thompson, ook een legend, hoor. I don't think he was joking. Red Thompson, wat een legend. Ellie. Hey, Ellie Lust. Summer did it backpack sooner. Insane trip. Gabe game tonight. Hang out tomorrow. Jazeker willen we dat. Kom maar binnen. Kom maar hangen. Een kleine FC Glory en chill. Welkom bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. Je had in de video van gisteren... Kijk, je hebt 9 wedstrijden van University Basketball. No matter what I do. Coach. Maar ik denk niet dat ik ze allemaal ga spelen. Good or bad. It's time to get to me. Maatje. Yeah, it's not that easy. Oh, hij heeft heel veel last van dat iedereen altijd commentaar op me heeft. Dat is een beetje wanneer ik de comments lees, heb ik hetzelfde altijd. Zoals nu refresh je de comments en dan... Oh, ze zijn allemaal slecht. Oh. Is that supposed to make me feel better? It's not my job to make you feel better. Nou. Just wish you were around more. Je kan het zeker helpen. Is it just me or are we talking past each other? Ze zitten bij haar college room, haar dorm. Why were you ghosting me? Op bed, met de deur open. What? Okay. I wasn't ghosting you. I was busy playing soccer around the world. Okay, and what happens if this gets bigger and I make it to the league? Zo, dit is een beetje agressie zit er in zijn stem, hoor. I sit courtside at every game, and when you're on the road, I'll lay in bed and wonder if you're okay or how I can make you feel better. Yeah, I wouldn't even want that. Are you sure? I want you exactly as you are. But at your beck and call. Ik voel me een beetje een soort van inbreuk op een privacy of zo. Okay, dat zou aan het ruzieën zijn dat ik dan denk van, nou, dat is niet precies mijn plek om hier mee te kijken. Be than you. Maybe you won't win a championship. It's not the end of the world. This isn't helping. Or get drafted. So. I don't know. It's this is not helping. Well, it's up to you Ellie. To define the outcome. No one else. Get it. I think I need to leave. Yeah, you should. Oh, Jezus. Ja, dit is klaar, hoor. Dit is een breuk die niet meer te... I'm out here and I'm done for coaching. I'm not giving up on you. I'm not giving up on love. Ellie. There's a lot going on. And I let it get the best of me. Tuurlijk. Altijd vechten voor de liefde, man. Broskies. Voor de mensen thuis, laat dit een wijze les zijn. I'll stay all night. Don't give up on love. I miss games, fight I miss for class. Love if you I believe don't care. In. I just want this to work. Go home, Junior. Oh, nou. In dat geval... Als het niet wederzijds is, die andere chick die is al aan het loeren, denkt, hey, die is weer vrijgezel. Laat me gaan. Laat me gaan. Mensen, het is een depressieve dag vandaag. Als je dit zo ziet. Oké. Just stop, because I can't Red do this Thompson, no more. Gary is again, well, the legend. Let's just speed it up. Speed what up? Whatever this is, I'm calling it your Ellie Low moment. I'm good, I'm done with her. Yeah, gelukkig good, is er though. Altijd let's nog Red Thompson om mij Red, op te vrolijken. Ik grijp even... Oh nee, ik doe even mijn raam open. Ondertussen. Het is dan te warm, now we're talking. Kijk, het is niet zo lekker warm als ik. West Virginia! Maar het is wel op temperatuur. You're welcome! Lekker Red. Red. Come on. Ja, precies, wat ik zei. Everybody need a Red. Yeah. Hi, Madison. I'm trying to watch a movie. Hey, you seen Ellie? I'm not sure if she told you, but we had a big fight. She did. And our next door neighbor told me. Look, I know me, I was being a big jerk, all right? Yeah, she said that too. Ja, maar het was wederzijds. I only was here for 2 minutes. Nee, het was wel voornamelijk well, why not? Zijn schuld. Because she's gone. All right, so where did she go? I think I would tell you. Hey, doe even niet zo moeilijk. I just want to talk to her. Broeman bro. Okay, I'll tell you. Nichtzuster. I promise not to tell her. Nichtzuster mom. Really gonna be at the doghouse, and so am I. I promise. Canada. Oh. What? Voetballen? Hold on, when did she leave? You may be able to catch her at the train station if you leave right thanks, now. Madison. Oh jee! Ren! Paniek! Paniek!
Rennen! Rennen! Ren weg! Ellie, stop. Junior. Look, I didn't want you to leave without saying bye. I'm sorry about what I said. Okay? I'm glad you came. I didn't want us to end that way. I got caught up to the national team full time. Oh, ze zit bij het nationale elftal. So, when am I gonna see you again? I don't know. I... Oh, jee. I might never come back. So, oh, jee. If it all goes right, then I won't. Oh, jee. Het is klaar. Het is over. Look, you don't need me or ja, anyone kijk, else to help you out here. Als zij het kan gaan maken in het nationale elftal van Canada voor voetbal... Just own it. Dan is dat gewoon toch helemaal haar recht. Kijk, er zijn genoeg paarsharige vis in de zee, Bernd. You don't have to worry about that. Can I just ask one last thing? Ja, tuurlijk. Vraag maar aan. Will you please take Hendrix down next game? I think it would really benefit him. It'd be my pleasure. Kussen, zoenen. Zoenen! Man, wat leen. Not even a wet kies. Die gast die nu daar loopt, die liep net de andere kant op. Die kan of zijn perron niet vinden, of die zit heel erg mee te luisteren, of die weet het gewoon allemaal niet zo zeker meer. We gaan nog één wedstrijd spelen. Ik zei we gaan skippen, dat was de laatste wedstrijd. Maar ik denk dat we nu tegen Hendrix spelen, tegen onze grote concurrent. Dat is wat Ellie zei. En als onze Ellie dat heeft gezegd, hè, dan, als onze Ellie dat had gezegd, dan was dat, dan is dat, dan is dat echt. Yo! Yo. Yo, ja, ja. Hendrix kop. Daar is hij. De number one draft pick. Look, I get it. That's a long list of people who feel the same way. Oh, daar is hij weer. Arrogant, maar wel leuk. Yeah. Weet je als Koen. Heel arrogant, hey, maar wel leuk. Maar wel heel arrogant. There was a game. Wel leuk. We were nine. Heel I was on the bench and you was playing. Wel leuk. And these two adults was Yeah, they said I had all the upside and you need to match my hustle. I told you this story. You always tell me the story. And maar one zijn of the echt guys vrienden, was dus your dad. My dad. Yeah. And you know my dad ain't say that to you? Hey, I didn't say he said it to me. I heard him say it to another adult. And you know, when adults say stuff to other adults, it's definitely real. Ben ik het niet helemaal mee eens met die uitspraak? Yeah. Ik ben redelijk volwassen. After that season, jullie noemen mijn boomer. De dingen die football. Ik zeg, die kloppen ook niet altijd. Oké, okay, maar gaan we elkaar nog pijpen of gaan we gewoon een potje ballen? Want it's been a long season. Ja, zeker. Ik denk oprecht dat dit misschien wel de laatste pot is, zeg maar. Dat je er naartoe werkt en dat je met hem gaat. Dus dat is misschien maar goed ook dat we hem spelen. See you on the floor. Yeah, see you on the floor, man. We gaan naar de court. Let's go. West Virginia, Mountaineers Arena. Tegen de Villanova Wildcats. Oh my lord. Oké. Oké, we winnen niet de tip, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, het is dus... Wij zijn de directe tegenstander van Kop. Dat is wat. Nou, die gaat natuurlijk gewoon heel veel scoren. Al hebben wij nu elke keer... Ja. Gooi! Ja, de eerste punt! Ja, Kop, pak die! Lekker voor je Kop. We moeten dit winnen. We moeten dit winnen. Dan zullen we ongetwijfeld heel veel hoger eindigen in de draft als wij Kop outshinen. Die staat nummer 1. En daar hebben zij dus nu de eerste punt ook binnen. Ja. En een assistje. Oké, dit is echt de belangrijkste pot, mensen. Ik ga full focus. Oh, oké. Ze hebben nu een 3-pointer. Hij scoort weer Kop vanaf. Dit is een partijtje janken, zeg. Ik kan hier slecht tegen. Nee. Oh, die staat helemaal vrij. Die gaat natuurlijk ook gewoon in. Ja, ja wiens man is dat dan? Ja, al sla je mij dood. Ja. Yes, eindelijk. 3-pointer. Let's go. 22-21. Fantastisch. Wat doet hij nou? Oh, hij gaat erin. Yes, oké. Okay. Hey, we staan voor. Oh my lord. Het kan nog. Oké, Kop staat er weer in. Nou, dit wordt weer janken.
Wat doe ik nou? Dit is een rasechte, raszuivere Schwalbe. Oh, kutzooi. Ik lever hem in. Oh, en spring. Ah, nee, kutzooi, ja. Ah, fuck, man. Nice. 39-36. Oké, kom op. Nice, hij gaat erin. Oké, 41-38. Kom op. Oh, hij gaat hem... Oh. Ja, Thompson. Ga, jongen. Ja. En die is voor ons. Yes, we staan voor. 64-65. Let's go. Hou die afstand maar. Dit is een goede afstand. De basket zie je er doorheen. En hij scoort. Ja. Oh, lekker. Hele goede assist. Eindelijk de derde assist pas deze pot. We maken zo weinig assists. En die. En dan daar rechts staat iemand. Hij gaat zelf. Waarom? Waarom? Je staat gedekt. Score. Die Stevenson, jongen. Die ga ik in de kleedkamer helemaal in elkaar trappen. Die is zo waardeloos. Die is zo ontzettend tantoe slecht. Pak nou die bal af. Ik kan hem ook niet foulen. Normaal maak je een overtreding nu. Ja, nou, dat hebben we lekker. Met 0,6 seconden op die tantoe-klok. Normaal maak je gewoon 30 seconden, raak je hem aan, foul. Dit is een scripted game. NBA wil dat je deze verliest, zodat ze straks in de cut zien. We kunnen laten zien, oh ja, je bent weer niet verslagen. Dit is idioot. Kleine cutscene. Hey, up, kid. Wasn't your night? Yeah, it looks like we took round two. I'm just happy we got the win. Ik vraag me af of hier een andere cutscene voor was, hoor. Hey, stay positive. You belong here. Hij is wel weer lief. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan lekker jump to the NBA draft doen. Wij gaan niet verder spelen nog. Wij gaan lekker jumpen naar de NBA draft. Dan moeten wij volgens mij trainingen doen in de springen en hoogspringen en noem maar op. En dan aan de hand daarvan kunnen wij gekozen worden. Dat gaan we doen. Archie. What's up, man? Good, brother. How you doing? I'm writing this up. Good, man. Excited. Just ready for the next chapter. Yes, sir. Yeah. Oké. En nu? So ja. Look, I hope you don't take this the wrong way, but I don't think you're ready. Wel? What do you mean? Wasn't Bill ready? I haven't performed on the court yet. Yeah, but I got talent. Big upside, I'm ready. I haven't shown it. I mean, you declare now, and best case scenario, you're late second rounder. Worst case, you're undrafted. I think you should stay in school. Enter the draft. Yeah? Thanks, Archie. And I get where you're coming from, but my mind is made up. I'm declaring. Okay. Ja, we gaan het gewoon doen, bro. We gaan het gewoon doen, bro. Alright. Yeah, here I come. Don't tell us what to do. Because we will do what we want. Oh, Bent Omar, he does what he wants. He does what he wants. He does what he wants. Oh, Bent Omar, he does what he wants. We win every possession. We control the outcome. We are stronger, we are smarter, game. We are faster, oh. We are hungry. We hebben nog een kampioenschap. We play hard, we play together, okay. We play to win. Tonight dit is de belangrijkste wedstrijd. Book, this is what legends are made of. Mm-hmm. We play like family. That's right, Red, we play like family. All right, there it is. Let's go, family. Family on three. One, two, three. Family. Familie. Incest. Hey. De laatste pot die we moeten spelen. Moeten niet weer toch in één keer tegen Kop of zo? Oké, okay. Tegen de Spartans. De Minnesota, zijn dat de Minnesota Spartans? Oh, de Michigan Spartans. Oké, okay. Dit is een belangrijke pot. De camera is heel fel. Maar we gaan er alles aan doen om te winnen. Dit team, zij staan te fluimen. Yes, kom op, 3-punter. Nee, ook niet. Mills, die gaan we onderscheppen. Die vangen we terug. Dankjewel. Ja, daar is hij, Red Thompson. Goede schijnbeweging van ons. 0 punten, maar wel 4 assists. Kijk eens aan, Angelo. Ja, dankjewel. Hoppakee, eerste punten zijn binnen. Eerlijk zeg, 10-2. Nou, easy snacks. Hoezo gaat het nu ineens zo goed? Hoezo gaat het nu ineens zo ontzettend goed?
Ja, ja. En hoppakee, dankie. Heerlijk, dankjewel. Hele goede. 1-2. Hoe heet dat in het basketbal? 1-2'tje. Oh, heerlijk. Heerlijk gedaan. Nu kunnen wij door. Nu kunnen wij door. Hij gaat voor 3. Red. Hoppakee. Red Thompson wordt aangeraakt door de scheidsrechter. Maakt niks uit. 3 punten erbij. Had ze flats. 35-20. Nou, ze hebben nog een paar seconden over. Gaan ze nog een keer gooien? Ja, dat doen ze. Oh, nee. Toch niet. Want dat is ook heel lastig. Oké. Nou, het is niet de allerspannendste pot ooit, zeg maar. Hè? Nee. Nice. Heel erg nice. Wat een domme bal is dat nou weer, Red. Holy shit. Huh? Waarom? Ik vroeg er niet eens om. Nou, nog 2 assists en hebben we een double-double in de final. Nou, dan ben je het beste university team. Dan heb je elke keer best wel goed gepresteerd. En dan ben je alsnog maar zo laat in de pick. Nou, daar geloof ik dus helemaal niks van, hè? Hoppakee. Heerlijk. Oké, we hebben het kampioenschap gewonnen en dit is hoe wij vieren. Wij zijn hier heel erg blij. Oh, oké, daar gaan we. Ja. Alex Williams. Klik er lekker op. Ga iemand anders interviewen. Wat doet hij dan weer? Dat is even normaal, joh. We played hard, competed, ended up on the right side against a great team. We told ourselves at the beginning of the season this was our goal. Anything less would be a failure, and here we are. What are you going to tell you guys in the locker room? Coach, what you going to tell the guys in the locker room? Wat ga je vertellen? They already know how proud we are of each and every one of them. Ja, boeien. Je krijgt een fles bier over je heen, right coach. Dit is allemaal even niet feel-good meuk. Junior. We appreciate everything you did this season and how hard you worked. Bij de coach in het kantoor. Wat gaat hij zeggen? I just want you to know. It's been tough for me, coach. Had a lot of sleepless nights about it, but I know moving on to the next level is what I have to do. And we're behind you 100%. This university. Kijk, hij steunt ons wel. I know I asked a lot of you, but you answered the call every time. Yes. Thanks, coach. Congrats. Dat willen we horen. Dankjewel, man. Yes! Kom op! De NBA draft. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we maar gewoon. Oké, okay, we moeten nu een pak passen. Zo. Kijk eens aan. Yellow tie. Purple tie. Gray tie. Blue the tie. Green, gray with a green tie. Die vind ik wel mooi. Ja, dit boeit niet zo heel veel, toch? Shoes. 10 camo. Zo. Dit zijn die enge patas. What are those? Maroon. Oh, wat een lelijk. Ik wil maroon top ook. Was maroon. Maroon. Oh, wat lelijk. Oh ja, die wil ik. Bernd. Oh, dit is lelijk. Where would you like to play? Oh, zo. Hey, hallo. Er zijn niet zo heel veel teams geïnteresseerd. Welk team is leuk voor een point guard? Ik had comments gekregen van T. Stuyf op de eerste aflevering. Die had een aantal teams achtergelaten. En een van die teams, de leukste teams om bij te komen, waren de LA Clippers en de Miami Heat. Maar ja, daar kan ik niet bij. En op de tweede plek, met 2 sterren, stond Orlando Magic, Spurs, Utah Jazz. Nou, Utah Jazz en de Spurs, die staan er niet bij. Dus wij gaan voor de Orlando Magic. Draft Combine. Welcome to the NBA Draft Combine. Oké, nu moeten we allemaal challenges doen. En aan de hand van die challenges kunnen wij hopelijk bij het team komen dat we wilden. Oké, hoe gaat het bij deze? Practice attempt. Ik weet niet eens hoe het moet. Godverdomme. Je hebt knopjes en dan moet je heel snel op drukken. L2R2L2R... Kutzooi. Oké, dit werkt niet. Dit was niet goed, hè? R2L2L2R... En dan op een knopje drukken als dat daar staat. Op driehoekje. Oké, komt-ie. Ja, kijk aan. We hebben wat. 36 inch. Dat is niet heel goed, hè? Nog een keer. Official combine attempt. Kom op. Ah, dit is ook niet heel goed, hè? 35 inch. Lager dan net nog. 2 sterren staat er. Is hij nou boos of blij? Second! Oh, dat is ziek. 2 oefenrondes. Kom op.
dit was wel... deze was wel goed. Oh, deze was zeker wel goed. 42 inch. Lekker zeg. Kom op. Kom op. Bernd, focus. Take some focus drink. Ja. Deze is nog beter. Precies. 42, dat is hetzelfde. Oké, okay, official combine attempt. We moeten op R2, L2 drukken en dan op driehoekje als we dat zien. Zodra die in beeld komt. Kutzooi, deze, ik haper een beetje. Oh nee, die is hoger. Weer 42. Wel 3 sterren. Oh, bench press. Deze is zo moeilijk. Oh, dat weet ik nog van vorig jaar. De bench is heel lastig. Kutzooi. Nou, 6 keer. Dat is niet hoog, hè? Zeker niet hoog. Ik hoef die practice attempts niet. Oké, official attempt. Ik heb geen idee wat je moet doen. Je moet gewoon doen wat er staat, volgens mij. Oké. L2 en dan naar rechts. L2 en naar die. En dan die. Ja, oh, 3 sterren. Wat een cadeautje. We deden het. First. Oh, my lord. Oh, kut. Dit is voor het echt, joh. Ik was aan het kijken. Ik hoorde iets. Ik denk, ik hoor geluid. Wat is dit? Oh, jee. Dan gaat onze score... Oh, beter. Yes, oké. Gelukkig. Ik hoorde allemaal gebonken geluid. Ik denk, kijk naar buiten. Gaat die automatisch door? We zijn eerste geworden. Oeh, dat scheelde niet veel. Kom op. Wat is dit nou? Oh, je moet 1 voor 1 doen. Oké, practice 2. Kijk, dit gaat tenminste lekker snel. 2, 1. Heel goed hoor. Heel goed is dit. Oké, official combine attempt. 3, 2, 1. Dit is minder. Dit is een stuk minder dan die vorige, omdat het gewoon weer hapert. Of ja, 19. Oh, poeh. Terwijl het ervoor zo goed ging, dan hadden we 3 sterren. Oh, waarom is het niet gewoon de beste attempt? Oké, nou ja, we hebben het draft combined drills complete. Nou, nu een 5 tegen 5 pot. Ja, daar heeft helemaal niemand zin in. We hebben net onze combine game gespeeld. Eigenlijk is volgens mij nu de hele combine, de draft combine is klaar. Dan moet je allemaal oefeningen doen. Jullie zagen daar denk ik een korte compilatie van. Oké. Zo, komen teams bij ineens? Oh, we zijn omhoog. Holy shit. Holy fuck. Oh, nog een keer. Oh, first round pick. Oh. Wat goed. Daar is hij. De draft. Ja. Het voorfilmpje. Ziet er mooi uit in die game. Lijkt net echt allemaal. Nee. Oké. Skip cutscenes. Ik wil weten waar we komen. Cobb Hendricks. Door wie is hij gedraft? Door Legend Maxi. En daar wilden wij heen. Select Reggie Watson. Eight pick. Maar wij wilden naar de Orlando Magic. With the 7th pick in the NBA draft, the Orlando Magic select Junior. Oh, wij gaan ook naar Orlando Magic. Yeah, Archie. Ja. Nou, dan laten we het helemaal niet uit dat die andere teams geen zin waren, want we gingen toch naar Orlando Magic. This boy. Yeah, baby. Yeah. Ja. Uiteindelijk zijn we gewoon, wat was het, 8th pick? Thank you very much. Het is al leeg hoor, in de zaal. Alex Williams. Yeah. Ja. En dat, mensen, betekent dat wij ons team hebben. Orlando Magic. Met een soort achterneef van Jaap Stam. We zitten bij Orlando Magic, we zitten in de NBA. Wow. You know how many people live on this planet? Hey, is de coach van de college team. You know how many in the NBA? Not that many. Wat lachen dat hij er weer bij is. Thank you, coach. I wouldn't even be here if you hadn't talked me into it way back when. Ordinarily, I'd say you did all the work. Ja, ik kan me nog herinneren als het vorige week was dat de aflevering online kwam dat hij op de boot ging ophalen. I guess I walked into that one. Hey, let's cheer some coffee or whatever is around here. Let's do it. Hoppakee, proost hè.
op de NBA. Welcome to the NBA season, mensen. Jij wordt heel bedankt voor het kijken. Blauwe duimpjes zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. De volgende aflevering gaan wij ons debuut maken in de NBA. Ellie Lust, we will never forget you. Laat in de comments achter als je tot hier hebt gekeken. Hashtag Ellie forever. En ik zie jullie allemaal graag terug bij de volgende aflevering.